Dit is een video over lage rugpijn. Lage rugpijn is een klacht die veel voorkomt. De pijn zit tussen de onderste ribben en de beelplooi en kan uitstralen naar de billen en of benen. Deze klacht kan ineens of langzaam ontstaan en zorgt ervoor dat je minder goed beweegt. Hoe lage rugpijn precies ontstaat, is meestal niet duidelijk. Vaak lijkt het te maken te hebben met je lijf, je leefstijl of je werk. Heel soms kan er een andere reden voor de lage rugpijn zijn, zoals bijvoorbeeld een afwijking van de wervelkolom, een ontsteking of een hernia. Met lage rugklachten kun je naar de fysiotherapeut of oefentherapeut gaan. Voor het gemak hebben we het in deze video over de therapeut. De therapeut vraagt wat je door de klachten niet meer kan en graag weer zou willen doen. Daarnaast onderzoekt de therapeut of er oorzaken kunnen zijn. Waarvoor een ander medisch specialist nodig is. Na het onderzoek bepaal je samen met de therapeut of je een behandeling nodig hebt. Als een behandeling nodig is, bepaal je samen ook de behandeldoelen. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie en adviezen. De therapeut brengt je rug in beweging zodat je de oefeningen beter kunt uitvoeren. Het hangt van je klachten en je mogelijkheden af. Of je de oefeningen zelf of onder begeleiding van de therapeut doet. De nadruk tijdens de behandeling ligt zoveel mogelijk op het zelf actief aan de slag gaan met je klachten. De therapeut kan ook helpen bij het aan- of afleren van bepaald gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het overwinnen van angst om te bewegen. Je leert lage rugpijn beter te begrijpen en hoe je omgaat met lage rugklachten. Je sluit je behandeling af als je doelen zijn bereikt of als je bent hersteld. De helft van de mensen herstelt binnen drie maanden. Sommige mensen blijven langer last houden van lage rugpijn. Actief zijn helpt bij je herstel. Blijf je dagelijkse activiteiten en werk indien mogelijk uitvoeren. Om in beweging te blijven kun je bijvoorbeeld wandelen, zwemmen of fietsen. Als je lage rugpijn voelt opkomen. Doe dan speciale oefeningen voor je rug. De therapeut kan je verder helpen met goede oefeningen. En blijf gezond leven. Stop met roken en let op overgewicht. Door stress en angst om te bewegen zal de rugpijn minder snel overgaan. Probeer dus ook te ontspannen. Volg de adviezen op van de therapeut.